Ja, maar Blastoise is wel beter dan Azumarill. Oké. Haat maar op een van mijn favoriete Pokémon's. Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatarlok met Sander van Gaming SB. Dat ben ik. Ik ben in de achtste gym en Sander staat op een hangbrug en hij moet vechten tegen de boys en girls die heel kut zijn. Ja, maar... Maar? Ja. Nou, dit is een goed begin van de aflevering. Sander zegt helemaal niks. Jawel, ja. Ik heb geen intro gedaan, want ik wist niks. Lekker rustig. Of een beetje klappen, maar dat... Maar goed, welkom bij een nieuwe aflevering. Ik zal maar zelf een beetje vrolijk zijn, want Sander is het niet. Ik weet eigenlijk niet waarom niet. Ja, nee, ik ben echt salty. Om deze game. Wij nemen al deze drie afleveringen zo goed als achter elkaar op. Ja. Yeah. Dus, en dat, ja. Daar gaat mijn mentale status gaat daar heel erg hard op achteruit, zeg maar. Dus ja. Sad. Ah, maar het gaat allemaal de goede kant op, Sander. Jij rekt gewoon die mensen op de hangbrug. Hoe moet je zo'n Goodra verslaan? Gewoon een ijsaanvalletje of een fairy aanvalletje. Nee, of een dragon aanvalletje. Dan is er niks aan de hand. Je noemt alles op wat ik niet heb. En bedankt, hè. Graag gedaan. Hoe ging Tyrantrum dood? Aaron is ook goed, toch? Hoe ging Tyrantrum dood dan? Weet ik het. Ik heb die aflevering nog niet gezien. Oh, je weet het ook niet meer. Ja, ik weet het oprecht niet meer. Oh, Iloga. Gaat het leveltje omhoog? Iloga? Zo'n Delphox. Heb je hem zo genoemd? Ja. Iloga. Tjongen. Wacht, weet je dat nog niet? Nou, ik kan me niet herinneren in ieder geval. Ik vind het wel grappig. Je bent een grappige jongeman. Lol. Kustus toch. Snap je hem van lol van Iloga? Hou je kom. Vermoeiend. Je snapt hem. Ja. Ja. Oeh, flamethrower. Ja, let's go. Gooi met die vlammen, je boys. Flameburst is slechter. Maar ik heb ook nog amnesia. Ja, dan doe ik eerst die wel weg. In de game of in de weg? Sorry, wat zei je? Ik ben het vergeten. Oh, wat is die scherp, hè? Onze Sander. Ieder punt werkt niet, Ik druk op spatie, maar hij doet het niet. Oh nee, niet Trevor en die andere dikke gozer. Yo, wat een fat shaming hier. Nee. Ik snap ook niet. Deze gast heeft van alle Pokémon, denkt hij, ik wil een shirt waar een... Waar een ijsje op staat die dan voor Pokémon-ized is. Ja, nee, dat vind ik leuk. Dat vind ik poggers. Wat een haat naar Vanillite. Niet te doen. Vind jij Vanillite leuk dan? Super coole Pokémon. Nou, ik vind die Cryogonal wel vet, maar die Vanillite... Ja. Ik moest net tegen een Cryogonal. Die heb ik net gekillt, voordat je dat zei. Ja, maar die vind ik op zich nog best wel vet. Ik bedoel, het is ook best wel een basic concept, maar dat is wel gewoon leuk uitgevoerd. Vanillite is gewoon... Hey, heb je ooit gehoord van zo'n ijsje? Ja, dan pakken we een gezichtje op. Dat vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk. Niet super cool of zo, maar ik vind wel oké. Beter dan zo'n Torraket. Jongens, voor het kijken. Ja. Dit was de serie. Het was leuk om jullie zo te spreken op Mian's kanaal, maar ja. Er komt altijd een eind aan, hè? Er komt altijd een eind aan. Nou, dat is dus nu. Nee, dat is maar een grapje, Sander. Nee, het was geen grapje van mij. Nou, maar van mij wel. Oh, vooruit. Dan geef ik je nog een tweede kans. Dankjewel. Zorg dat je hem niet verpest, want... Oh, jawel. Dat ga ik zeker doen.
Nou oké, okay, dan dank jullie wel voor het... Ik heb hem nog niet verpest, Thomas. Nee, maar voorzorgsmaatregelen. Ja. Beter voorkomen dan genezen. Rotsenvlots. Anders dan moet je weer zo'n vaccin inspuiten en daar zit dan autisme en 5G in en dat wil je niet. Dat wil je niet, nee. En dat is echt waar, nieuwe... hoor. Dat is based on facts. Hartstikke. Is jouw, want dat heb ik van allemaal van die alternatieve nieuwsites. Waar Willem Engel dan een paar tientjes naartoe gooit. Zo van, hey, schrijf dit eventjes naar voor mij. Dank je. Ja, oké. Okay. Ja. Dat, zeg maar. Die gebruiken, dat zijn natuurlijk de beste bronnen. Dus ja. Goed. We hebben een wappie. Ja. Ja. Oh, wacht heel eventjes hoor. Word ik nou gebeld? Kut! Wat? Nee, serieus. Kun je dit eruit knippen? Eventjes. Oh, word ja? Gebeld. Ja. Ja. Oké, okay, be right back. Yes. We zijn weer terug. Ja. Ik zorg dat ik het uitknip. Ik heb... gedaan, ik heb er iets in gedaan waardoor ik het zeker niet over het hoofd zie, zeg maar. Ja, nee, dat is goed. Oh nee, crit. Nah. Dat noemen ze wel eens oef. Het noemen ze kut game. Ja. Ben je ook een Pokémon kwijtgeraakt? Ja. Oei, welke? De lol. De lolga. Oké, okay, dat is wel de minst erge die je kwijt kan raken. Toch of niet? Ik heb nu helemaal niks meer tegen water types, dus... Oh, dus heb je het niet zo heel erg. Oef. Oef, Sander, oef. Dat wordt na deze aflevering weer een hoop trainen. Nou, één geluk. Yeah. Je hebt best wel veel vuur-Pokémons, dus de laatste gym wordt super easy voor je. Wat voor gym is dat? IJs. Ah. Ik rek alles met Charizard, dus... Oh, jij bent daar ook al? Ja, ik ga nu, exact nu begin ik met mijn fight tegen de gymleader. Holy damn, oh, dan moet ik echt opschieten. Nou, zo heel ver loop je niet achter, hoor, want... Oh. Het valt wel mee. Alles wat jij nu aan het doen bent, dat is zeg maar wat ik de vorige aflevering heb gedaan. Ja, maar bij mij gaat het nu ook niet zo snel meer, hè? Ja, de enige lastige, vind ik, van die bitches, is... Die Trevor, want die heeft zo'n Aerodactyl die elke keer Skydrop doet. Dat is fucking irritant. Oh, weet je waar ik nu tegen moet? Tegen... Trevor? Trevor, ja. Dat is wel de laatste. Oké, maar die Raichu, daar heb ik dik voor van Stallman. Alhoewel... Is dat slim? Ja, ja, ik moet toch iets. Cryogonal. Oké, okay, die Wolfric, die one-hit kill je ook helemaal, die gym leader. Denk ik. Ik weet niet wat zijn laatste Pokémon is, maar ik denk het wel. Oeh, hij confuse rate mij. Oh jee, ik heb de former bird gesproken. Oh, dit Godverdomme. Wordt echt... Dit wordt echt lastig. Oeh, ice beam. Oké, hoeveel doet een shock op deze? Oké, niet. Hammer, let's go. Maak die man even kapot, please. Ja, die Aerodactyl is voor mij misschien niet zo'n groot probleem, aangezien ik Blastoise heb. Ja, maar ik had ook problemen met Azumarill tegen hem. Ja, maar Blastoise is wel beter dan Azumarill. Oké, okay, oké. Okay. Haat maar op een van mijn favoriete Pokémons. Hoezo is Imolga... Die was toch dood gegaan? Ja, maar je wordt elke keer geheeld voor elke battle. Oh, ik heb nu nog een groot probleem. Barry. Want ik heb alleen maar Dark en Fighting types en daar is die juist slecht tegen. Oh, ja. Nee, daar is hij je goed tegen. Goed, ik ga wel naar Stallman. Hij is geen gras, zei je? Nee. Nou, ik heb Iron Head. Dat is volgens mij ook super effective tegen Fairy, toch? Ja, Steel is super effective tegen Fairy.
Dan... Moonblast. Oh, maar tegen Buck is hij zeker ook super effective. Nee, toch of wel? Oh, nee. Alleen Buck is... Maar... Ja, alleen Buck is ook niet goed tegen Fairy, helaas. Ik moet stallen. Hoeveel heeft Moonblast? Volgens mij niet zoveel. Vijf, volgens mij. Vijf. Ja, oké, dan ga ik gewoon stallen. In de hoop dat hij geen crit krijgt. Maar ja, anders raak ik andere Pokémon kwijt, dus... Special Attack Fail. Oh, wat kut dit. Moonblast. Kan Moonblast ook missen? Dat weet ik niet. Ik denk dat het wel 100% catch rate is eigenlijk. Ah, oké. Accuracy bedoel je? Je zei catch rate maar. Oh ja, dat bedoelde ik. Maar je snapt me gelukkig, dus dat is fijn. Ja. Ik heb Wolfric verslagen. Ik heb Floorgrass nog niet verslagen. Very sad. Moonblast, hoeveel Moonblast heb je nog, gast? Oh. Hoezo doet het zo... Oh, dit is een low roll waarschijnlijk gewoon. Ik denk, hoezo doet het zo weinig, maar... Ik ga nog even shinies proberen te vangen. Ja, je hebt het altijd. Nog een Moonblast. Volgens mij heeft hij echt al wel 5 gedaan. Heeft hij 10 dan? Misschien. Zal ik eens kijken voor hem? Ik dacht dat ik dat nee, ik het niet risken. Moonblasta. Moonblast. Oh, oeps. 15 met een base power van 95, 100% accuracy. 15 pp. Dan ga ik nu iets anders risky doen. Oh, wee, als dit kill. Nee! Ja, dat... Mag ik met iets gooien? Ja, over mij. Mag ik met iets gooien? Ik heb daar geen last van. Ik ga dood. Sander, waarom? Ja, ik kan hier echt niks tegen doen. Flamethrower doet ook nog eens... Oh, nu doet hij Misty Terrain. Wat een lullo. Oh, Fall Play is niets. Moonblast. Ja, dan is Doge ook dood. Waarschijnlijk. Oh, Doge kan dat wel hitten? Take Hoe dan? Hoezo kan een Greninja geen Moonblast tanken, maar een Houndoom wel? Misschien heeft Houndoom hoge special defense? En Greninja een hoge physical defense of zo, zoiets. Ik dacht dat het ging om gewoon defense. Nee, zeker niet. Het gaat om special en physical defense. Als hij een Moonblast doet, dat is een special aanval, dan gaat het om special defense. Ja. Nou, dan wordt die Aerodactyl wordt dan ook heel lastig. Ja, die Aerodactyl is ook echt kut. Ja, die was wel te doen voor mij met mijn Greninja, maar nu niet meer. Sad tweet. Volgens mij heb ik gewoon de verkeerde typing gekozen. Ja, wat moet ik hier nou tegen doen? Niks. Ja, ik heb niet echt een antwoord op, Sander. Biting? Nee. Hij is ook flying. Drop. Ja. Dood. Oh nee.
Nou, dat mag ook wel een keer. Is het alleen nog de Aerodactyl? Ja, maar ja. En welke Pokémon heb je nog over? Ik heb Houndoom. Ook dat ja, is ik wil naar mijn Pokémon gaan. Nee, Houndoom niet. Oh. Ik heb Houndoom nog. Ik heb Heatmore. Durant. En Pancham. Oké. Okay. Maar hij is ook nog eens eerst, dus ik kan ook niet eerst attacken en dan dat hij me pakt. Als het zo blijft. Oh nee, maar hij is eerst dus. Ah, hij doet Supersonic. Oké, okay, dan overleef ik het wel. Wat een kutbed. Ik ben echt salty nu. Ja, ik heb het in de maar echt. En ik heb natuurlijk geen water type. Is er nog een water type die je kan krijgen, zeg maar? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, want ik weet niet wat je wel of niet gevangen al hebt, zeg maar. Nou, qua water type heb ik alleen een Greninja, zeg maar. Dan ga ik even gewoon naar alle water types toe. Kijken, water types. Een Volcanion mag ik. Kijken welke Pokémon je mag. Dark, Fire, Bugs. Je mag elektrische Pokémon, toch? Ja. Eventueel Lantern. Oh, waar kan ik die krijgen? Waar kan ik die krijgen? Ga ik even kijken voor je. Ik moet echt Shalur City of Azur Bay. Ja, ik denk dat dat nu even mijn prioriteit is om die dan te vangen, hoor. Want zonder water type dan ben ik echt niks. Ik zal even Chinchou zoeken, want ik denk dat die makkelijker te vangen is. Shalur City met een Good Rod. Common. Oké, okay, Shalur City. Ja. Dendermail. Heb je al een Good Rod eigenlijk? Want anders moet ik even kijken waar je die krijgt. Ja, dan moet je waarschijnlijk wel even kijken. Shalur City, ja. Oké. Okay. Oh, daar vlieg ik nu wel naartoe, maar ik heb dan dus misschien helemaal geen... Nou ja. In Coumarin City kan je de Good Rod halen. Ga ik even kijken waar. Van een fisherman die daar is. Dus een fisherman in Coumarin City. En dan het lager gedeelte, zeg maar. Weet je wel, omdat je hebt twee delen van die stad. Ja. Oké, okay, is dit het laagste gedeelte? Bij die haven is het laagste gedeelte, zeg maar. Ja, dus als je vliegt, dan kom je niet bij het laagste gedeelte. Nee, dan moet je met die kart zo naar beneden. En dan daar ergens, volgens mij, ben je met de fisherman. Fisherman, where you at? Ik weet ook niet of die misschien in een huisje zit of zo, dan moet je even kijken. En dan als jij je Chinchou hebt gevangen, maar even de aflevering gewoon al bij. Ja, dat lijkt me wel verstandig inderdaad. Hey, Fisherman. Ja, Good Rod. Dank je. Nice. Ja, en dan kan je in Shalur City vissen. In Shalur City zelf gewoon. Ja. En dan is hij common, dus als goed is moet je hem snel kunnen krijgen. Ja, als het goed is. Beetje vertrouwen, hè, Sander. Oh, dat is hierboven. Ja, ik weet. Small Razor. Oh, omdat ik geen surf natuurlijk meer heb. Maar dat moet ik ook helemaal niet. Good World, where are you at? Daar. Use.
Nothing seems to bite. Dacht het niet. Register. Zo. Dan hoef ik niet elke keer naar mijn back. Nothing seems to bite. Doe even normaal. Doe ik het wel goed? Oh. Ja. Oké, twee uitroeptekens had ik. Oh, Chinchou. Ja. Dat is zo vlot. Nou, zo'n ultrabal er tegenaan gooien. Oh, hij is wel echt super laag level, maar dat maakt niet uit. Komt vast goed, als je in ieder geval maar een elektrische Pokémon hebt. Ja, ik ben al blij als ik weer water heb. Nee, elektrisch ben ik ook kwijt, hè. Dus oh ja, dat komt ook dat goed uit. Dat is op zich wel redelijk... het enige voordeel wat ik nu heb, is dat de... Hoe heet het? Dat de dark-typing niet meer gelinkt zit aan een water-type, zeg maar. Mm-hmm. Want dat was eigenlijk ook best wel vervelend. Ja, snap ik. Ik noem hem lichtpuntje. Waarschijnlijk kan dat niet. Lichtpuntje, ja. Misschien past het net. Ja, het past net. Nice. Lichtpuntje. Nou, dat is het ook wel hoor. Ik, ja. Ik heb hem. Dus. Wil je de aflevering gaan beëindigen dan? Ja, doe maar wel. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Het is voor Sander helaas niet zo goed anders gegaan. Is het echt te veel zout in deze aflevering, man. Kan ik me voorstellen. Het was een iets kortere aflevering, maar de volgende aflevering zijn we terug. Hij was dan... niet flauw. Hij was zeker niet flauw. Die grap wel. Bedankt voor het kijken. En vergeet zeker niet op Sanders kanaal te abonneren. Link staat in de beschrijving. En tot de volgende keer. Adios, amigos.